even een stukje gaan lopen. Dat moet ook gebeuren. Lekker mijn kop luchten. Goedemorgen, daar kijkers. En eigenlijk is het al middag. Ik ben achter een ramp gekomen. Wat voor vele jeugdkinderen, misschien wel, of jeugdkinderen, mensen van mijn lichaam, waarschijnlijk een ramp is. Maar de baron van Bastien Adriaan, was Adriaan zelf, kom ik net achter. Dit is echt een aanslag op mijn leven. Heel dom. En ik moet mijn scheren ook. Gaat, zikje van me. Maar goed, het is maandag. Het is weer een hele bewolkte dag. Geen blauwe lucht, maar dat maakt niet uit. Ik voel me goed. Ik ben wel een beetje lui vandaag, maar ik voel me goed. Dus ik ben net even mijn bed afgehaald. Ook heel belangrijk. Maar ik voel me goed, dus ik ga wel wat doen vandaag. Wat jullie dan zien. Nou, ik ben op dit moment Minecraft aan het doen. Ik ben Skywars aan het spelen. Het is voor het eerst dat ik alleen speel. Ik heb gisteren überhaupt als voor het eerst gespeeld. Dat was met een vriend van mij, Robert. Die heb je ook wel eens op film gezien. En ik ga nu in mee spelen. Dus let's do this. Alleen moet ik wel bekennen, ik heb nog niet heel veel gewonnen. Eigenlijk niks. Ik heb nog niet eens een moord gepleegd. Nou, ik ben even een stukje gaan lopen. Moet ook gebeuren. Lekker mijn kop luchten. Lekker alleen ook. Is lekker even op de boulevard. Moet ook even gebeuren, ja toch? Veel gevoelens de laatste tijd. Dus ja, mijn hoofd loopt een beetje over soms. Dus vandaar dat ik even lekker hier zit. Op de boulevard. Nou, en na een soort klein dipje moeten we ook weer eten. En wat een lekker eten is dit. Een lekkere penendoppertjes gepakt met een braadworst. Deutsche braadworst, ja! Nou, beste kijkers, ik wist dat de wereld aardig doorgeslagen aan het worden was. En ik zie iets op het beeld. Ik zie een vuile lens. Zou ik die gelijk maar even schoonmaken? Dat is jullie wens. Ik snap het wel. Hij is weer schoon en snel. Laat je geen... Maar goed, wat ik nou toch op het internet lees, jongens. Kablam! Geen vriendin, virtual reality porn kun je ook voelen. Want, dat zal ik jullie uitleggen, tegenwoordig heb je een dingetje en dat moet je dan op jouw dingetje zetten. En die doet dan iets met dat dingetje. En dan heb je een bepaalde bril op en dan net lijkt alsof het echt is. Moet lijken. Holy shit. Kun je niet gewoon een vriendin nemen? Ik weet niet wat je weer zit. Nou, ik heb dus eventjes... Nee, jullie zien het niet goed. Wacht even. Dan ga ik even... Ik ben echt als een faveler. Ik heb in mijn kamer een... Kijk eens. Dan heb ik eventjes dus mijn deel opgeruimd. En ik wist dat ik veel deel had. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. En dan moeten er nog ergens, volgens mij twee nog ergens door het huis slingeren. Maar 17 flessen deo. Nou, laten we even van de 15 uitgaan. Bizar toch, jongens. Ook een wat parfum. Want ja, ik ben wat dat er gaat, dus een modepopje. Dat zien jullie wel, hè? Maar goed, zo ben ik nooit geweest. Eigenlijk. Ik moet zeggen, maar ik maak ook... Ja. Nou, het tijd is het ineens zo. Ja, een beetje trekje van me. Dat ik een beetje frips wil zijn, weet je. Dus jongens. Holy moly, special effects in the building. Dikke MacLight. Altijd naast mijn bed. Als iemand in mijn kamer komt, krijg ik papa. Boom! En daar is die Nokkie. Doei! Goh. Even kijken hoor, jongens. Kennen jullie zien? Ik ga even de buurman pesten. Zien jullie? Ik schijn op zijn huis. Zullen ze leuk vinden? Boevenkop. En nu, om te bewijzen dat ik geen luie donder ben, heb ik mijn bed opgemaakt. Oh jee. Toetje vuur. En dat floppy. Puur toeval. Echt waar. Gegaan. Als jullie trouwens ondanks alles toch nog een leuk filmpje doen dan even een blauw duimpje omhoog. Ik wil ook eens een keer leuke, ja, of hooggelijkte filmpjes. Dus doe even allemaal een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Zullen we de 20 duimpjes halen? 25? Dan gaan we voor de 30. Voor de 30 gaan we. Dus jullie moeten 30 duimpjes, of jullie moeten natuurlijk helemaal niks, maar het zou leuk zijn als jullie 30 duimpjes voor mij omhoog, ja, in ieder geval dat filmpje doen. Blauwe duimpje omhoog. En dan zie ik jullie
zometeen. Nou mensen, zoals jullie wel hebben kunnen zien, is het een redelijk saai dag geweest. Sorry hiervoor, echt spijt me. Maar ik kan gewoon niet elke dag garanderen dat het een actieve dag wordt. Want ik zit nog niet helemaal lekker aan mijn vel natuurlijk. Ik heb altijd nog steeds een naweeën van de ziekte. En dan gaat het wel een stuk beter. Maar ja, ik ben niet elke dag even goed natuurlijk. En dat zal nog wel even aanhouden. Nou, morgen heb ik sowieso een drukke dag. Dan kan ik er niet onderuit. Want ik ga sowieso naar de stichting Stinavo. Die mij onder andere hebben geholpen. Of nou ja, die mij hebben geholpen bij het verkrijgen van de computer. Dat hebben ze hier echt grandioos gedaan. Heel snel ze geregeld. Daar wil ik ze nog steeds voor bedanken. Daar ga ik morgen even langs. En ja, nou goed. Dat zullen jullie ook wel allemaal zien. Ik ga morgen naar de sportschool. Dus ik heb echt twee verplichte afspraken met mezelf. En ik wil nog meer dingen gaan doen. Dus nee, dat komt goed. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Het is mooi geweest. Ik zie jullie morgen. Later. Maar zo!